Je ziet ze steeds vaker. Vitrinekastjes, stolpen en je zet er altijd iets leuks onder. En ik laat zien hoe je een vitrinekastje leuk kunt opmaken met wat spulletjes. Ik begin altijd iets met een hoogte te zetten. Het kan een vaas zijn, het kan een fotolijstje zijn, dat kan eigenlijk van alles zijn. Als je dat maar een beetje neerzet, zodat het in het midden altijd wat hoger is, zodat je aan alle kanten kunt zien wat je hebt neergezet. Huisje. Vaasje. Deze kant kan ook nog een mooi plantje. Theelichtje. Kunt u 's avonds nog een kaarsje insteken. Deze kant eentje. En nog een leuke bloesemtak. Dit is een zijde, dus dit hoeft geen water te geven. Maar je kunt er ook voor kiezen om een mooie bloesemtak erin te doen van snijbloemen. Ik heb voor dit gekozen, maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Of bijvoorbeeld iets persoonlijks wat je van iemand hebt gekregen. Of iets uit vakantie. Dus eigenlijk een soort van museumpje maken. En dat mooi op de kast neerzetten.